Pagua-feest wordt hier groots gevierd in de Palmentuin. En natuurlijk hebben wij als hoofdprogramma het Makantjo-spel. Het is gewoon overwinning van het goede op het kwade. Het is een aankondiging van lente in India. Dat wordt ingeluid op Pagua-dag. Dit is onze derde keer dat we Palmentuin doen. Omdat ik vind van er worden ook heel veel feesten georganiseerd hier en daar voor, met Pagua en de avonturen. Maar overdag voor de familie zelf, voor de huismensen, voor de mensen met kinderen, werd er niks gedaan. Zoals je ziet, zie je allemaal mensen met gezinnen hier, met kinderen. Iedereen komen genieten en het is gewoon een feest hoe het gevierd moet worden. Pagua-feest is gewoon heel traditioneel, netjes gevierd. En we hebben toen het accent ook gelegd op het Makantjo-festival. Dat we dan een nieuw fenomeen in Suriname geïntroduceerd. Makantjo is steel de pot. Het is een epos uit de Krishna-lila van de Mahabharat, waarbij God Krishna verzot was op zoetigheid, op honing. Maar zijn moeder, van zijn moeder mocht het niet. En die moeder ging altijd de pot met honing zo hoog mogelijk voor hem bewaren. Maar God Krishna, die was zo lenig, hij ging toch de pot op een of andere manier de pot pakken. Hij ging de pot dan stelen en elke keer als zijn moeder terugkwam, was de pot leeg. Alle honing was opgegeten. In het verhaal van Krishna, en wat wil Krishna zeggen? Al aantrekkelijk. Wat is Krishna in ons? Krishna in ons is de pure bewustzijn. De bewustzijn die niet discrimineert. Krishna is de bewustzijn in ons die niet discrimineert. En daarom als we met de kleuren spelen, zien wij ook niet meer de verschillen in ons. In de standen en de rangen. Rijk, arm, jong, oud. Alles vergeten we. Wat je zult zien is dat jongens bij elkaar komen, net als de gopis. De devoten van Krishna die bij elkaar kwamen. De gopis stellen voor de gedachten in ons. Dus als die jongens gaan vormen die piramide, dan brengen ze symbolisch de gedachten bij elkaar. Om uiteindelijk bereiken dat ding daar. Die pure liefde. En dan gaat Krishna komen, gaat hij naar boven gaan en dan gaat hij die pot, die aardepot daar, gaat hij dan breken. En dan gaat hij die pure liefde vrijlaten voor de gehele gemeenschap. Dus als wij die moeite ook gezamenlijk als gemeenschap doen om onze gedachten puur en positief te houden, bij elkaar te halen, te karnen, kunnen we allemaal Krishna in ons aanwakkeren. Want we hebben allemaal Krishna in ons. Laten we dat aanwakkeren en laten we symbolisch dat de boodschap die hier gebracht wordt ook tot onszelf nemen. Zodat Krishna kan komen en kan klimmen. En die pure liefde, die onvoorwaardelijke liefde voor ons allemaal loslaan. Ons doel is ook, wij hopen ook dat, net als het Pagara-estafette, dat wij met dit Pagua-feest ook een speciaal toeristisch trekpleister kunnen maken. Dat de mensen weten van met Pagua moeten wij in Suriname zijn om te vieren. Omdat er alle hoeken gaat in Suriname Pagua wordt gevierd.